In Centraal-Azië ligt Kirgistan, beter bekend als Kirgizië, wat zich graag manifesteert als het Zwitserland van deze regio. Deze bergketen maakt deel uit van Tian Shan, met bergtoppen welke soms meer dan 4000 meter hoog zijn en welke we de komende dagen gaan verkennen. Onze trektocht voert ons door bloemovergoten valleien en over passen, vlak langs de toppen van de Tian Shan. We waren amper aan onze eerste klim van de Arga Torpas begonnen of we werden al geconfronteerd met de grilligheid van het bergklimaat. Sneeuw en mist gingen ons parten spelen, waardoor soms het uitzicht werd belemmerd. Het klimmen en afdalen over de puinhellingen is een pittige aangelegenheid. Nadat de eerste top was bereikt, werd onmiddellijk weer aan de afdaling begonnen, aangezien een snelle weersverslechtering in deze streek regelmatig voorkomt. Weer aangekomen in de vallei staan tussen de steenmassa de meest prachtige bloemen verscholen, waaronder orchideeën. In de Kari-Baikak-vallei stroomt de gelijknamige gletsjerrivier, welke we diverse keren moeten doorwaden om onze tocht te kunnen voortzetten. De tweede pas die we over moeten is de Teliti-pas. Ook hier weer hellingen bedekt met veel puin, waarbij enige voorzichtigheid wel is geboden. Op sommige plaatsen maakte de puin plaats voor een sneeuwveld, wat weer andere risico's met zich meebrengt. De tocht
begint al aardig wat van onze fysieke kracht te vergen. Sommige mensen kregen knieproblemen. Dit heeft te maken met de behoorlijke last op de schouders. De afdaling van de Teleti-pas is zeker niet zonder risico's over de spekglatte sneeuwlagen. Alert blijven is derhalve een pre. Want voor je het weet, lig je op je gat en je zou maar eens verkeerd terechtkomen in de land of nowhere. Een van onze gidsen had zich beter voorbereid en liet zich afzeilen. Na al de inspanningen is de lunch met warme thee zeer welkom. Niet te lang natuurlijk, want met de wind en de vervelende motregen koel je snel af. We vervolgen onze tocht naar de Karakol-vallei, waar beken en rivieren ons pad kruisen, ondertussen genieten van de schitterende bloemen. De laatste pas die we moeten nemen is de Alakul-pas, welke weer zo'n 3800 meter hoog is. De weersomstandigheden zijn nog steeds niet optimaal en de mist is zeer hardnekkig. Vervolgen we ons pad in de hoop dat de weergoden ons ditmaal beter gezind zullen zijn. Volgens onze gidsen is het uitzicht bovenop de top adembenemend. En naarmate we hoger komen, klaart de lucht steeds meer op. Onder de top steekt echter de mist weer de kop op. Maar we hebben geluk, want een stevige windvlaag doet de mist weer snel verdwijnen, zodat het bergmeer alsnog in volle glorie te bewonderen is. Na een laatste steile beklimming van zo'n 300 meter, wordt onze inspanning beloond met een adembenemend uitzicht over het meer en de gletsjers, welke tot op heden door de weergoden voor ons verborgen werden gehouden. Enkele uren afdalen over bloemenvelden en door bossen om uiteindelijk te gaan nagenieten bij het houtvuur. Het was mooi geweest.